En die slaat de hele tijd uit af en toe. Nou, ik heb vandaag maar één keer gehad. Kijk, engine. Exhaust. Drop gooien. Alles erop. Drop ik kan eraan. Niemand inviten. Alleen Cornelis. Nice. Neon. Maar dan hoop ik dat ze kunnen joinen als we in het ding zitten. Je moet, Rianne, je moet auto-invite drukken. Dan krijgen al jouw vrienden krijgen een invite. Auto-invite. Ja, nee, maar voor de sessie. Normaal doen we pre-lobby. Maar oh, dus door, hier. Oh. Door die update ook... kunnen ja, we niet meer dat... mensen dan inviten. Kan volgens mij ook auto-invite. Even kijken, ik zal even kijken voor. Kan wel, wacht even. Dus dat is 3 keer poep. Players, dat zijn mensen in de lobby. Hallo mensen, wacht even. Ik moet hem nog. Hey Tigo, doe nog gewoon een upgrade. Dan heb je ook een custom. Wat heb ik al gedaan? Alles staat erop. Doe dan ook een kleur. Kan gewoon. Nee. Nou, nu kan je gewoon meeracen met een custom. Dus ja. Ja, ik kan maar een koetrapje snel verkopen. Dan kan ik nog een turbo erop zetten. Turbo is kijk, wel handig. Ja. Dat, ja, want dat maakt veel uit. Ik had op de... Ja. Ik zweer, mijn GTA-account is weer helemaal als ouds. Hebben jullie de gratis auto al gekocht? Ja. Gratis auto? Welke? Deze waar ik in zit. Ja, die heb ja, ik ja. Die heb ik al 6 keer of zo. Ja, ik heb hem 1 keer gekocht. Ik dacht van ja, maak het uit, joh. Ik weet het ook niet. Wacht, als je in die onder zit en je gaat de ref, dat is hard. Die van Willy is lijp hoor. Ja, die wielen. Nou, ze vinden je wielen lijp. Kan hij ook even de party joinen? Nee, want ze hebben echo. Oh. Maar misschien wel zover. Hij gaat straks zelf... vaak gaat hij zelf in de gamechat praten. Maar het is Engels. Ja, ik haat het dat dat dansje anders is voor vrouwen dan voor mannen. Ik... Hoezo dan? Ja, ik heb de... Ja, ik was altijd mannen, maar sinds mijn account reset gewoon vrouwtjes gedaan. Ik vind het prima hier, zo. Kijk eens naar hoe hij het deed en dit is de vrouwendans. Oh. Huh? Het lijkt... Huh? Ja, maar dat... is toch gewoon fucking onzin. Mannen en vrouwen, andere dansjes. Maar is dat nou... Hoe heet dat dansje? Wacht, ik ben ook vrouwtje. Dat is running. Of wat was het nou? Runner is het ja. Bij style en dan runner. Deze wagen ook wel runner. Dancing style toch? Nee, gewoon action. Ja, dan kijk deze. Deze ook. Oh, kut. Ja, maar je hebt ook een dance stijl. Ik denk dat waarom niet bij vrouwtjes anders is, denk ik. Ja, die staat bij mij net zoals bij hem op tight. Tight, wacht, dit doe ik wel even. Oh hier zo. En dan. Oh ja, hier is. Kijk hoor. Fucking onzin. Hoe heet die nou? Runner. Runner. Die van mannen is 10 keer leuker. Ik heb een klacht indienen. Oh hier. Zit hij bukte, dus valt hij weg in Sky. Ja, raar hè? En wacht, kan je vragen, wil je hem nog een keer doen? Wil je hem nog een keertje doen, wordt er gevraagd. Ja, die runner. Kijk dat verschil, kijk dat verschil. Raar hè? Ik vind het. Hey, rescue! Fuck, bro. Oh, fuck. Ik zal in het Frans tegen hem lullen als je tegen hem wil lullen. Oh, ja, ik kan een klein beetje Frans, maar niet heel goed. Frans? Echt, en mijn streambot start niet op. Oh, jongens, toch. En mijn stream zelf niet, dus kan ik zien. Dani, doe er eens een spoiler op, jongen. Dat werkt beter. Willy heeft ook geen spoiler, hoor. Alles behalve de stuk spoiler is beter.
kan, maakt geen reet uit. Zonder spoiler is het beter. Dat zijn dingen. Brothy. En wat ga je beschieten? Maakt niet uit welke spoiler je neemt, zolang het maar niet de stok spoiler is. Nee, niet doen. Niet ja, schieten. Dani. Nee, Tycho, als je dat doet, hè. Dan heb je echt een probleem. Hoezo? Kijk, Rian, dat is een kudding. Ja, joh. Het is maar een vet coole... Coole. Ja, mooi. Kart, alleen iemand heeft me kapot gereden. Ik heb mijn scramjet bellen. Die kar die ik heb doodgeschoten, die gaat dan zeggen GG. Hier is Cornelis. Dani, kan je me overbrengen? Ligt het aan mij? Of is hij gewoon heel langzaam met opstarten, die kart? Ja, klopt. Ja, kijk, hier is het staat daar al. En zo. Ja. Nu is het al wel een beetje patatje druk. Ja. Hoeveel man zitten er nu al? 19. Zijn dit allemaal mensen van jou, Rian, of niet? Nee. De sessie loopt vol met Ja, ik ga even in pushy mode. Ik blijf gewoon even gaan kijken wat mensen gaan doen. Maar zwart is ook. Hey, Siebold, die staat uit passive mode. Ik ga met hem rondje rijden. Hey, ja, jongens, ik zal hem even aangooien. Hey Marjolein, hey Thijs, hey Ben Julian. Ik gooi hem nog aan, Thijs. Eén momentje. Hij is nu net gestart. De vraag is, doet hij het? Ja, hij doet het. Oei, oh, Siebold! Oei, oh, deze geen spoiler nemen? Jawel. Nee, ik heb gewoon met het. Ik vind het fijn. Vol met mensen die allemaal omdisrijden. Ja, hij loopt helemaal vol die sessie. Hij zit al op 22 nu. Maar is het dan het beste dat ik de grootste spoiler heb of zonder spoiler of stop spoiler? Gewoon een kleine spoiler. De grote werkt juist niet dus. Nee, ja, als je grote spoiler heb je meer kans om te klippen. Is zonder spoiler is het beste. Ik doe gewoon... Ja, ik doe zonder. Ik ga kijken hoe dat rijdt. Misschien ik weet niet, voor mij slip je dan meer? Want je hebt toch meer downforce of zo met zo'n spoiler of iets? Of werkt dat niet bij zo'n... Ja, meer traction, ja, dat was het. Maar met een spoiler rijdt lekker of zo. Als ik mijn controle stuur, dan lijkt het alsof die onder veel later reageert dan dat ik stuur. En dat heeft bij andere auto's niet. Ik vind het een heel raar ding, moet ik zeggen. Ik kan er wel mee rijden, daar niet aan. Wow, yo! Willy is mij helemaal aan het volgen. Ja, ik word heet. Die allergie, jongen. Is die Proteo dan al level 5? Maar joh, die server is helemaal vol opeens. Dat was 24 man. Letterlijk dankjewel. Het kan toch niet doordat er hier zoveel mensen zijn dat ik nu letterlijk... Oké, ik wou net zeggen. Ja, die kan je gratis halen nu nog vandaag, Christopher. Dus als je hem wil hebben... Die kan. Zou ik... Dan, ik heb hier geen fight. Tycho, ik heb jou ook geen vibe voor CEO. Ja, maar ik ga ook even pushen, mode, want ik vertrouw niet iedereen. Ja, wat Cornelis. Wat? Die kaart, ja, die kan je nu nog gratis kopen. Ja, komt er dus een... Rianne. Ja? Weet je misschien of er nog een glitch komt met die gratis kaart of zo? Dat je weer ook voor de prijs kan kopen. Voor 800k. Janne, vind je mijn combo mooi van mijn auto? Ik weet niet waar de fuck staan jullie. Vind je mijn combo mooi? Kijk, zeg maar. Ze reizen dan van die bij Lowrider en dan kon ik gewoon gratis krijgen. Nice. Nee. Ja, maar we gooien toch gewoon straks normale invites uit. Dan moet je auto invite doen, anders kom je er niet. Niet iedereen komt, zal erin komen. Oh, dan moet je uit. Dan zou je auto invite Bloemzak.
Hallo, ik ben je allemaal. Er is nu een plekje. Oh, er is ook twee plekjes. Ja, maar ik kan Bloemzak niet inviten volgens mij. Rianne, jij doet altijd met contact, toch? Maar die grote race of zo. Nee, gewoon contact. Hij moet gewoon joinen via de... Ja. Oh, wacht even. Bloemzak kan ik wel inviten. Je kan echt... Sommigen kan je inviten, sommigen ook weer niet. Dat is echt heel, heel raar. Ja. Ik weet ook niet hoe dat zit, hoor. Oh, Tycho, ze ziet wel ziek uit. Hé, hey, wie killt mij? Je gaat op mij schieten. Nee hoor, ik hoef geen modded auto's, ja. Oké, er zijn voor mij... Kijk eens boven op die flat. Er staan twee letterlijk... Die gele mensen, die staan te snipen. Wacht, gaan ze ook wat snipen. Wat cool dat ze staan te snipen. Nee, die roze ja, ze gingen al met oppressen. Ik heb eentje dood. Ik heb eentje dood. Ik heb eentje dood. Ik heb eentje gekild. Normaal doen we dit in invite only. Alleen... Dat kan game invites zijn stuk. Je kan wel, je kan friend sessions. Doen, nee, maar niet iedereen zijn vrienden natuurlijk. Want degene, dat is alleen maar vrienden van degene die de sessie start. Dus als Koning William start, moet iedereen vrienden zijn met Koning William. Nou, ik ben bevriend met Koning William, dat is wel zo leuk. Maar hé, ze staan hier voor me echt te protesteren, jongen. Hé, ik kom niet aan de Alberta gang. Eentje schoot al met een op mij. Hij ging weer killen. Hey, hij staat hier voor met Omnis, hè? Hij staat daar boven. Dit is niet meer leuk. Mijn geld op mijn... Ik heb hem naar boven. Ik heb hem op die flat. Ik heb hem op die flat. Hij heeft hun verpassing. Bullshit. Staat hier vol met Omnis alleen, ja. Hebben jullie al die gratis kwart miljoen gepakt? Oh nee! Welke kwart miljoen? Van mijn video van vorige week. Oh ja, die heb ik gedaan, ja. Heb je er nog meer van dat soort dingen? Er zijn toch meer... Je zei ook dat er meerdere van die 200k kwamen ofzo. Dat je meerdere keren dat kon krijgen van iets ofzo. Ja, dat zijn die... Maar dat is de dingen in het water. Daar krijg je 75.000 voor elke keer. Oh. Maar weet je nog iets van goede glitches voor geld en zo? Cornelis zegt pa tegen jou, Willy. Hoezo moet je geen modded auto's? Ja, ik heb niet zoveel aan modded auto's... Ik weet wel nooit. Iemand anders die heel graag modded auto's wil hebben en dat is Keizeri. Dus als je Keizeri tegenkomt in de chat... Maar dat moet zeker weer via die giftcards to friends dingen. Ja. Ja. Daar heb je zeker alles weer voor nodig. Nou, ik heb vandaag nog gedaan. Hey Jay, dit is de kleur is wel lijp. Hey Rianne. Ja. Weet je nog dat mijn account weg was? Zeg maar met resets en zo. Hey Jay, mijn kleur is echt lijp. Oh. Ik weet, dat is mooi. Welke kleur is dat? Dat is iets met geel of zo. Iets is dat racegeel? Race. Nee, nog iets anders. Kijk. Ja, Keizeri vraagt dat wie er. Maar die guy gaat weer op me schieten, jongen. Ja, kom dan, jongen. Ik schiet helemaal. Dan kan je mic misschien iets achter zetten. Wat een gezelligheid in de party. Dat wel. Alleen maar gezelligheid. Ah, die mensen die killen mij. Nee, dat heet Dew Yellow, of is dat? Nee, is het Dew? Nee, want ik zie ook Dew Yellow staan, maar die heb ik nog niet unlocked, omdat ik natuurlijk... Ah, en er is ook weer een oppresser. Ja, die ga ik ook bellen dan hoor, als ze zo gaan doen. Wat moet je, wat moet je met modder auto's zijn vies? Moet ze weer modder auto's, ja. Dat modder auto's wel. Ik ga hier echt gewoon nog 2 minuten even instaan. Nee, ik ga echt... Ik kan ook ondertussen nog even wat drinken halen. Zo terug. Zo, en nu even... Daar stunt met Alberta. Ik ben klaar mee. Zo. Laat hij op mij lopen schieten, jongen. Wat is? Niks. Nou. En je keer maar met je auto rijden. Wat? Oh, hier. Oh, nu doet hij het weer eens niet, hè? Ik zit in op Willy van bij de eerste drie. Oh, er zijn heel veel mensen weg en ik schrik me helemaal kapot. Ik heb maar kijken. Oh, de brandweer is boos op mij. Hey, Kees, welkom. Oh, zal ik even mijn facecam aangooien dan? Want ik heb de hele tijd al uitstaan. Zal ik ook live? Kijk, ja, nu staat mijn facecam aan. Welkom, gakka. Jaden. Live. Kan. Oh, nee, maar mijn game gaat lekker omdat ik mijn fucking facecam heb aanstaan. Dat is hinderlijk. Of het komt gewoon door de server omdat er te veel mensen op één plek staan.
Die heg, jongen, die maakt je helemaal van de waps. Wat zou er gebeuren als je met deze auto door kraaien dingen gaat rijden? Oh, politie. Die maakt er nou weer politie. Oh, ik word geschoten. Dat kan ook nooit normaal, hè, zo'n sessie. Maar kijk, weet je, het is... Ik zou... Ja, jij hebt duel, jij, Dani. Ik heb race, maar jij hebt duel. Wat kan niet normaal in deze service? Want mensen gaan weer leuk dopen doen. Ik weet dus niet wie is, want sommige... Kijk, ik weet niet, als Bloemzak hierin zit, heb ik niet als vriend. Dus dan kan ik ook gewoon hem gaan killen, dat wil ik niet. Bloemzak moet gewoon eventjes op pussy mode gaan staan. Hoppakee. Ja, dan ga ik op pussy mode. Nou, mensen zitten in game chat. Ik wil gezellig zijn. Ik ga niet in game chat. Wie is op die MK2? Dat is die Undertaker of zo. Undertaker, ja. Die ken ik niet. En wat Christian? Oh, hij zit in een ding. Auw. Bulldog wordt gekild door Hippo. Nou, ik ben live. Wie is Hippo? Ja, ik word gesniped. Ik hoor sniperkogels. Is dit hem? Wie is dit? Ja, dit is weer die enemy. Dit is weer hem. Wegsniped. Klootviolen, jongen. Ja, lekker. Iedereen zit hier ook in passive mode. Ja, ik niet. Ik ben ook de enige die voor mij niet in passive zit. Nou, doe ik het wel even. Die politie! Dat precies dezelfde auto. Jongen. Jij hebt jouw auto zeker naast die van Willy gezet. Ja, die van mij, dat is die gele, ja. Met die spoiler, die is van mij. Marianne, zijn het dus, wat voor races zijn het? Is het echt zo'n circuit of het is, niet? Het is één rally race. Ja, dus ja dat begrijp ik, maar is het een circuit? Het is een zand en op... Oh, daarom zei je geen spoor. Ik dacht al, met circuit hoeft het niet. Oh. Het is met zand en met... Moet ik nou wel of geen spoiler doen? Ik doe hem er wel af, denk ik. Ik doe hem er wel af, denk ik. Ik zou geen grote spoiler doen. Als er iets is van een... Hoe heet het? Maar die kleine die steekt meer uit dan die normale. Ja, okay. Die kleine steekt meer uit dan die normale, moet ik zeggen. Moet je kijken achter wat Willy heeft bij zijn auto. Ja, niks. Ja, niks. Dat is het leuke. Ja. Als jullie zeggen dat zonder spoilers slender is, dan... Maar Dani, wij hebben volgens mij niet dezelfde, maar jij hebt een andere kleur, geel, kijk. Ja, die staat ergens onder. Dus een beetje... Ja. Wacht even. Ja, maar nee, deze politie altijd moet af van de kant. Ik hou die grote er gewoon op. Waarom? Omdat die grote niet uitsteekt. Nou, niet veel. En die andere wel. Oh, dit ligt een stekje bom. Laat maar, dan ga ik niet langs. Ja, de politie. Daar staat ook een auto. Dan ga ik niet langs. Nee. Ga jij maar de race lobby opstarten. Oh, over hoeveel week is... Is de 13L Darren Cameron race van de 13 Lord 666... Hebben we die? Nee toch? Die zit toch niet in het lijstje? Moet je even lezen wat Cornelis opschrijft. Ik zit niet te lezen, dus ik zit een andere tekst. Ik ga je gewoon eten zo lekker op rondjes rijden, dat is leuk. De race lobby is gestart, niet zeggen, Rianne je zit er niet in. Dat klopt. Moet ik Willy joinen? Karuma baby. Kan ik Karuma hebben we niet in staan, hè? Ik ga spectaten, ja. Rijdt je niet mee? Nee. Oh. Zo, nee, kan ik... Niet. Zit Willy nu in de race of niet? Nee, maar niet. Want ik dacht, dan ga ik wel via party joinen. Dat ken je. Dat kan wel, je moet naar iemands profiel gaan. Dan op iemands naam drukken via profiel. Oh, en dan kan je gaan joinen. Die fiets, ja. Ja, zo. Kijk waar Jeremy staat. Mhm. Wow. Op dat dakje. Kijk waar Jeremy... Rechts van je, Dani. Op dat dakje. Voor je neus, daarboven. Boven Willy. Ja, zie ik. Waar de fuck is Willy dan? Want hier staat zijn auto. Kijk dan naar Jeremy, daar bovenop. Ja, dat zei ik al. Jeremy staat daar bovenop. Hey, ik ben bijna... Ja, dan kan jij even een gapje gooien dan. Jaden, wat de fuck heb jij voor lelijke wielen doen op zitten? Nou, of rood, omdat dat de beste rijdt. Ja, maar we gaan over zand rijden ook veel, hè? Dus ik jou zou of rood zonder gooien. Nou, een kleine of rood dan. De goedkoopste. Of rood of tunerbanden.
Ja, maar tuner van ja, ja. Succes en bye bye, dit is time iets. Iedereen staat hier met onnus, komt hij met zijn Range Rover. Echt hè? En er stond net ook een Allegie, die stond ook half in de fik. Onnus! Ik heb een kijken. Ga even naar mijn vader toe. Ja. Willy invite mij. Ja, mij ook. Hey, ik als heb je hebt auto-invite drukt, schijnbaar gaat hij dan alle vrienden ja, voor inviten. Ja, ik ben ook gejoined. Ik heb dan net even mijn spoiler eraf gehaald voor de zekerheid, toch wel. Ja. Waar is mijn arcade? Het was aan de andere kant van de vloer. Aan de andere kant. 50 laps. 58. Het is minder dan een... Het is 45, 50 seconden, 45 seconden per rondje, dus... Maar ken jij dingen ook in... dingen persoonlijk, hoe heet die? Daddy Cool, ken je die persoonlijk? Hoe persoonlijk is persoonlijk? Ken je hem in het echt? Danny. Ken ik hem in het echt? Ik weet wie hij is, ja. Ik heb hem nooit echt ontmoet. Omdat we die dag niet konden. Maar anders hadden we met, waren we met hem uit één. Ik zeg eens, dat is zo. Oké. Hey joh, gek. Scheld hem even uit, Dani. Dani, mute jezelf even, scheld hem uit. Nee. Hey Ardo, leuk dat je de stream kijkt, maar je moer. Ja, flikker. Ja, ik mag hem echt niet. Hé, hey, Kamala vindt het ook gezellig mee. Die was alweer hoogstwaarschijnlijk eerste worden. Want die kan wel ook Hij is dit is de derde keer, de derde Rally Masters die we doen. Hij heeft nog geen één keer gewonnen. Oh, Aris is meteen weg, maar Aris is nog gekeken. Ik heb scrumtje. Ik heb alles. Zijn jullie al aan het joinen, jongens? Ik zit er al lang in. Clem Bundy doet ook mee. Clem Bundy, ja, ik heb hetzelfde mezelf. Dit is morgen PlayStation kaartje. Ja, nee. Ja, dat had ik dus ook, maar ik ga morgen even PlayStation kaartje kopen. Voor? Shockart. Voor? Tientje, denk ik. Voor wat? Shockart. Ja, tuurlijk. Voor Shockart? Hebben ze niet, als je een, hebben niet een glitchy... Hey. Ja, we doen ook AFK, maar dan wil ik ook zo. AFK glitch. Kijk, ik was ergens nog level 33 op dit account, maar mijn account was gereset. Dat weet je denk ik wel, Rian, of niet? Dat iedereen... Ja, nou, maar ik heb dat al een paar dagen gedaan. Ik ben level 146. En ik heb van Dani door die giftcards friends ook heel veel gekregen, dus... Ik heb eigenlijk al mijn dingen weer terug wat ik had. Alleen mijn levels moet ik even omhoog boosten. Maar kijk, maar ik wil even leuk doen. Ik heb jou ook een auto gegeven. Maar over twee dagen ben ik level 200 nog wat, want dat is cool. En je bent even hoog level als Vapid Gamer. Oh, ik zie het. Marianne. Ja. Ik heb echt geluk, want die 2 miljoen per 2 minuten, ik glitch, hè. Ik heb die dus de hele tijd geprobeerd, alleen mij lukte dit niet. Dus eigenlijk heb ik echt geluk dat die niet werkte, anders was ik opgepend. Maar ja, ik voelde me echt kut, maar nu niet meer, want ik heb gewoon alles terug. Ja. Zelfs op pretzooi en zo. Even mijn geld uit mijn kluis pakken, want... Hij krijgt de hele tijd bericht. Hij zit vol. Hij zit vol. Hij wat Kelvin. Dan mogen ze maar 29 meedoen, hè? Willy? Oh, het zal 2 minuten voor, hè? Dan mogen maar 29 meedoen. Willy is het game chat. Anders kan ik niet joinen. Oh, ik denk race 29. Ik heb het nog nooit. Sowieso 30. Even mijn stream doorsturen. Naar waar? Naar vrienden. Ja, ik wil ook kijken. Nodig ze dan ook meteen uit voor mijn stream. Dan kunnen ze misschien weer volgende week wat winnen. Ik heb jouw ding ook in mijn... ik ben... In de hoop dat ik... Ik heb vorige maand gewonnen. Ja, jij hebt echt gelukt, hoor. Maar ik had ik heb jouw naam ook in mijn @Albert89 in mijn titel gezet. Dus als mensen jouw naam invullen, komen ze ook bij mij uit. Ja, ik heb jouw account, Rianne, in mijn beschrijving gezet. Dani, jij hebt toch ook een keer gewonnen? Nee. Met de giveaway? Niet? Nee. Dani, jij kijkt voor me al veel langer dan ik. Ja, en nog weet ik niet. Ik heb ook iets in de chat gezet. Ik ga zoveel mogelijk erin commenten voor de... Hi, Tico. Maar ik kwam thuis, ik was winkelen en ineens, ik dacht van, oh, Rian de video. Ik dacht van, oh, ik heb sowieso niet gewonnen. Kijk, staat er in mijn naam in, die winnaars, die winnen dit. Ja, ik zit op school, kijk. Ik heb lopen chatten erin. Ik kom terug van mijn pauze. Ik kom op school, ik kijk even. Even die giveaway, want ik krijg een melding van dat filmpje. En ik staat er
altijd Jaden heeft de giveaway gewonnen. Ik denk van goed. Over 26 seconden we starten het ding. Nice. En nee, maar ik ben volgende week jarig. En dat vieren we door gewoon 12 uur te gaan streamen. Hey. Dus wie weet geef ik dan nog wat weg. Oh. Lekker op welke dag, op welke dag ga je 12 uur streamen? Op je verjaardag zelf of een dag erna? Op mijn verjaardag zelf. Op zondag, wacht, zondag. De 27ste. Dat is na kerst. Dat is één dag na kerst, toch? Ja, mm-hmm. Ja. De derde kerstdag tussen aanhalingstekens. Ik ben de derde kerstdag jarig, ja ja. Laat ik het geluk, want dan hoef ik helemaal niks te doen, dan hoef ik er ergens naartoe. Nee, ik ga gewoon lekker meedoen met elk spel wat we... Nou ja, elk spel. Fortnite ik ga ik meedoen. Ik voornamelijk GTA doen. Ja, Fortnite. Hey, Rianne, ga je misschien Rocket League doen met je stream? Nee, kan. F1 ga ik doen, Minecraft ga ik doen. Dan heb ik er allebei afgehaald. Het wordt wel, het wordt wel singalong Minecraft, hè jongens. Want we gaan muziek luisteren en we gaan zingen. Dus... Last Christmas, I give you my heart. Nou, dus dat zingen we dan niet meer, want het is de 27ste. Dat wordt een stream die serieus gecopyright claimed wordt, maar dat maakt niet uit. Oh, dat is helemaal mooi. Prachtig. Hoe lang nog voordat niemand joint? Alleen maar lieve mensen. 40 zelf. Nog. Ja, maar net was het al 25, dus. Even iedereen liken die ook aan het streamen is. Van de Engelsen en van de American Amerikanen. Like ook even mijn. Like. Maar als je iets weggeeft, wat kan je dan winnen? 10 euro PlayStation. Of Xbox ligt er allemaal waar je speelt, volgens mij. Oh ja, meteen even een aantal giveaway. Of nee, dat heb ik volgens mij gedaan. Ik weet het niet. Ik niet. Hallo. Rianne, vorige maand was ik het. Zou ik dan nog een keer kunnen winnen of kan dat niet? Ja, mijn laatste maand kijk. Ook. Behalve in de maand december en januari, dan mag iedereen meedoen. Ik heb nu gezegd, ik was eerst met hooi en nu heb ik gezegd enter giveaway. Oh ja, dan moet je eventjes eerst dit doen. En als je dan genoeg punten hebt, dus je moet gewoon even je livestream aan laten staan, want dan krijg je punten. Oh, we zijn begonnen. Oké. Okay. Dan als je 100 punten hebt, dan kan je met dit straks 10 tickets kopen. En dan heb je 10 punt dingen die je mee kan doen. Dit was het toch? Hey. Uitopteken raffel 10. Ja, ik heb hem vandaan. Ja, ik ben entered. Ik zit erin. Jaden, als je weer wint, dan ga ik echt huilen. Zal niet. Gewoon puur geluk. Ja, een vriend van mij die één keer mee gelijk had die gewonnen. Kijk, dat is dus het probleem. Geluk, dat heb ik niet. Volgens mij zit ik er al in. Nou, jongens, plus 1 minuut wachten, hè. Oh ja. Wat? Mogen we niet rijden? Nee, niet meteen starten. Allemaal even bij Willy op lijnen. Oh. En we gaan starten bij 1 minuut. Begrijpen mensen dat of niet? Nee, iemand begrijpt het dan niet. Behalve Christian Pro. En die allemaal. Oké, doei. Dan krijgt ze ook geen punten. Tenzij ze nog voor een binnen een minuut terugkomen. Dus we mogen pas op de minuut zelf gaan rijden. Ja, maar zij zijn ook echt tandtoesleu, hè, weer. Handpoezielig. Volgens mij kijken ze de stream niet eens. Ja, dit zijn volgens mij gewoon de random guys, hè. Maar kan Willy ze ook kicken, die andere gasten? Mm. Maar die worden toch nog wel ingehaald, denk ik. Maar hoe ze mogen pas op de 1 minuut rijden? Gewoon bij 1 minuut rijden. Yes, I would like to spectate. Veel succes! Ja, hiermee maar rijden. Gaan ze weer doorrijden, denk je? Ze doen het gewoon weer. Wauw. Die gaan ze nog wel inhalen. Ja, iedereen is gelapt. Oh ja, maar een leppen moet nog wel kunnen. Zo. Wow. We zijn in spectate mode. Een spectateje. Ja. En een crash, oh, lekker doei, dan. Doei Dani. Dani, jij okay. Ziet precies voor mij, zag ik jouw kanten. Oh, maar dit is echt een leuke race. Nou, 58 rondjes. Ja, maar hij is ook niet super lang, dat is wel gewoon chill.
Dat is elke keer 3 kwartier. Hey Niels, je hebt vanavond toch F1? Kan je mij als spectator? Oh ja, ik ga het randje af. Hoeveel mensen waren er eigenlijk doorgereden aan het begin dan? 3. Oké, okay, dan moeten we de eerste 3 weghalen en zo. Of ze gaan echt letterlijk, ja. Hoeveel geld krijg je hier dan voor? Net zoveel als een normale race. Ja. Oh, okay, ja, volgende week gaan we... Ik weet niet welke race doen. Is het ook weer Rally Master of niet? Ja, volgende week elke... Dan wil ik alweer meedoen als dat kan. Dus ga je dat ook vaker nog op de zaterdag doen of doe je dat niet meer op zaterdag? Op zaterdag, ja wel, maar deze aankomende zaterdag is tweede kerstdag, weet ik nog niet of ik kerst ga vieren. Kijk, alleen. Kerstdag kan ik niet meedoen. Want dan zit ik bij mijn familie. Ja, het podium wordt het ook niet meer. Dat zeg je. Maar dat is zo. Dan zegt hij nu en dan wordt hij straks eerste. Oh, ik weet niet waar jij rijdt, Tigo. Ja, ik rijd 18e. Volgende week 18e? Is het de EasyJet RX ook in de Omnis. Bij 16e. Gezellig, je bent altijd welkom, Niels. Hey, Dani. Ik rijd gewoon heel lekker 0 keer gecrashed, maar ik haal mensen gewoon in. Ik ga te sloom of zo. Jij rijdt 15, de Bloemzak rijdt 16e. Ik rijd achter Bloemzak. Hoe kunnen mensen dan beter rijden? Ik snap het niet. Maar... Ja, dat zijn racelijnen. De Bulldogs. Is het ook even lekker? Volgens mij zie ik jou rijden, Jaden. Hoeveel rij jij? Ik rij even 11e. Zo, mijn stem vervolgen. Ja, zie ik jou. Jaden, jij bent als laatste op het lijstje. Iedereen krijgt punten. Dit is een puntentelling die we aanhouden, maar iedereen krijgt punten. Als je aan de regels hebt gehouden. Ja, dus de eerste drie niet. De eerste 3 niet. Dus dat is rijende auto's waar het om gaat. Dat is een van de regels. En bij 1 minuut starten. Nou, ik heb wel perfecte racelijnen, want ik haal iedereen in. Nee. Zodat ik was gecrashed. Je hebt zwart beeld. Oh, dit is de volgende van de weer. Maar wat houden de punten dan, zeg maar, in? Welke punten? Van de races, ja. Bedoel je? Ja. Ja, het is gewoon een beetje een kampioenschap van 8 races. Okay. En hoeveel zijn er nu al begonnen dan? Dit is de 3e. Oh ja, dan... Oh, dus wij zijn eigenlijk gewoon random gejoined. Ja. En dat kan ook gewoon niet. Ja hoor, iedereen mag gewoon Je kan niet... Ja, je kan wel... Als je elke race wint, denk ik vanaf... Nu? Ik zou deze winnen en elke race dan ben ik wel eerste. Ook al begin ik bij de 3e, dat zou wel kunnen dan, denk ik. Als je zeg maar je punten hebt en alles. Stel voor, ik zou alles winnen vanaf nu, vanaf de 3e race. En ik ben pas de eerste, de 3e race, dit pas mijn eerste. Wordt het lastig als Rescue overal 2e wordt, maar... Want bijvoorbeeld, hè, wij rijden dit nu zeg maar elke keer. En wat gebeurt dan met de rest van je punten als je dat hebt? Hoe bedoel je? Dan niks. Want bijvoorbeeld, ik eindig bijvoorbeeld laatste. Ik zie je rijden. Dan is er niks aan de hand, zeg maar. Dan hou je punten ook gewoon niet meer. Dan heb je niks aan de hand ofzo. Is Warwolf degene die door was gereden? Nee. Oh no, Warwolf left. Nee, als we nu kijken, we hebben nu... Al 27 mensen met punten. En de nummer 1 heeft 87 punten. En de nummer 1 krijgt 50 punten. Oké, en als je laatste eindigt, krijg je? Ligt eraan hoeveel mensen er meededen. Rijden bijvoorbeeld nu met... 18. 19, volgens mij. Nee, 19. Ja, 19. Even kijken. Vorige keer had plek 16, dat is Jeremy. Ik loop in op Jaden. Had 19 punten op nummer 16.
Ja, want waarschijnlijk haal ik niet super veel punten, gezien ik echt daarmee slecht op wijze. Zo! Iemand zei boom. Tycho. Dat is Tycho. Ik weet ook niet wat de racelijn is. Ik pak eigenlijk gewoon een beetje de binnenbocht met het zand. Ik weet niet of dat prima is, maar... We zijn nu al 6 minuten bezig en dit is nog maar net lap 7. Ja, maar haal er een minuut af, hè? Ja, 6 minuten. Ja, ja, ja. En ze gaan nu rond 9 in al. Ja. We zitten allemaal wel een beetje op één kluitje, vind ik, maar... Oh nee, mensen rijden alweer naar dat ding. Ik zie een aan iemand anders. Tycho rijdt voor mijn lap achter. Ik ga je lap 8. Ja, wij al in 9. Iedereen gebruikt die muur daar. Super grappig. Nee, hier rijden Reskio, Kamenefen, Clem Bundy, Koning Willy, er rijden allemaal vooraan nu. Het zat chill dat ik op roodbanden had gepakt, hè? Hoi, joh. Hey, Dylan. Helemaal. Ja, ik wil mijn deur niet dicht. Ik kan mijn deur. Ik wil mijn deur niet dicht doen, want de broertje zit in de sleur, maar dan heb ik niet de plekken. Ja, ik slip wel weg. Snap je. Maar kijk, ik concentreer me er nu ook niet echt meer op, want ik loop toch een lap achter. Even kijken, endtimer. Ah, oh, nee, wat een kutbocht. Ach, godverdamme. Deze is heel vies. Zo smerig. Kan je mijn deur dicht doen? Jullie hebben die gast al waar je bijna geunlapt. Kan je mijn deur even dicht doen, want ik zit in een belangrijke race. Oh, iemand left. Kijk uit, er staat een auto daar. Hoor je die... Ja, Daniel had me ook weer in. Ergens staat er een auto stil, let op. Ja, bij die jump daar zo. Bij de jump. Maar die staat zo gewoon aan de kant, dus... Er staat een beetje aan de rechterkant van de jump. Ik ga 17e. En dat is 1 naar laatste. Hoe haal jij mij in? Beter exit. Maar kijk, mij hoef je niet per se te spectaten, want ik crash de hele tijd overal. Stille auto. Ah, dat is degene die geleft is trouwens. Ja. Yeah. Ah, man. Ja, dat is kut, hè, Dani? Ja. Oei, joh. Ik heb mijn deur nog dicht gedaan. Ja, en ik crash weer, zeker. Inlopen kan ik ook niet meer. Yo, Dani. Ik sta bij 11e. Ja, ik sta 13e. Maar ik rij... Nee! Rianne. Ja, nu ben ik ook. Ja. Yeah. Weet je misschien hoeveel punten ik nu al heb? Met het kijken, ja, ga ik zo even kijken. Oké. Okay. Ja, ik kijk nu al denk ik ook al gewoon sinds de race ongeveer. Dus ik kijk nu ook al bijna. Ik had al genoeg punten. Ik pakte de stream en ik joinde. Maar ik heb mijn eigen chat daarbij, maar ik kon gelijk, ik zit al in de giveaway. Ik had er wel gelijk in. Hey, ja, maar dan had je nog punten. Ja, ik kijk altijd wel de stream. Dus. Daarom. Nou, Jin, ik ben maar aan het inlopen hoor. Jin, ja, omdat ik crashte. Ik crashte hier zo. Als ik hier de giveaway win. Jin, als ik hier de giveaway win, dan is mijn allereerste giveaway die ik ooit heb gewonnen. En ik heb wel eens een JBL headset gewonnen bij een stream. Waarde van 120 euro volgens mij of zo, geen idee. Nou, ik heb nog nooit in een giveaway gewonnen, dus het zou wel leuk zijn als ik deze bijvoorbeeld zou winnen. Een vriend van mij deed de eerste keer mee, gelijk had hij gewonnen. Ja, maar bij King of Might deed hij ook wel eens giveaways. En echt, er was toen ook eens een keer met een rat, had hij dat gedaan. Toen ging hij draaien en zo, en bij Johnny Boy. Dat was ik echt de hele tijd net niet. Ja, hoe heet hij? Die Powers Jeremy, die liep er ook mee uit. Oh joh, dat had ik echt goede exit. Oh, je spectate hier zometeen nog na deze die je nu spectate. Ja, doe je het, Jeremy. Spectate je mij. Jeremy was ook lekker tegen die paal gebost. Ja, na deze spectate je mij. Jeremy was tegen de paal gebost. Maar jouw stream heeft volgens mij een heel klein beetje delay.
Heeft hij altijd, ja. Die van mij ook echt een paar seconden. Of zo. Mijn stream rijken nu pas dat stuk naar beneden, dus ik heb best wel een 8. Dus altijd een delay. Wacht, die paarse, dat is Juwe. Oh, die, ja, die rijdt bij... Ja, 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 hij slipt. Doei. Tiende. Ja, dit pakt punten. Even kijken. Ja, 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 topbocht, topbocht. Oh nee, ja. Dan ga ik mezelf op de stream zien. Ja, dat ben ik. Oh, dat ben ik. Oh, Tycho. Wanneer ben ik eigenlijk? Ja, jij bent laatste. Oh. Oh, Tycho met een G. Ik wou zeggen, we hebben al een keer een Tycho met een CH gehad. En die zie ik ook heel vaak voor mij. Dat is toch met allemaal hoofdletters heet hij op PlayStation? Dat weet ik niet. Tycho met alleen maar hoofdletters. Je hebt al 84 punten. Je hebt bijna genoeg punten om de 10 tickets te kopen. Oh. Nou, daar ging even de knetter 50 keer. Kan ik nou 9e worden? Oh, die auto is al echt mooi. Oeh, oh, oh. What happened? 9e, oh mijn god, ik ga het lekker nu. Het is spannend voorin. Ja, jullie zitten daar. Ja, achterin. Ik stond de hele tijd 13, ik ben de 9e. Ja, diegene die je net hebt ingehaald, hè, nummer die Julian. Ja. Dat was diegene die eerder weg is gereden. Oh, maar dan heb ik hem een lap ingehaald. Mm-hmm. Of hij rijdt gewoon slecht. Kut, ja man. Maar ik rijd wel in één keer door. Dat was echt een vervelende crash. Goh, ja, 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 soort van. 10e, oké, lekker. Ik heb mijn hele ronde nu respect heeft. Ik heb jou een hele lekker ronde gespeeld, zeker. Jay, dat was echt goed aan het gaan, hoor. Ja, ik ga wel. Ik je had je Jeremy bij mij weer uit. Ik ga gewoon weer in op je. Boy, yo, lek. Oh, de Julian is geliefd. Wie is geliefd? Julian. Dat is voor mij die guy die deed het kut deed. Of die eerder was begonnen. Yeah. Oh, wat een draai. Wat ingeschat weer een mooie yo. Ben je nu Dani aan het bekijken? Ja, toch? Nee, Dani. En nu ga ik naar Kamen en mijn event. Ik voel me niet echt focus niet op de race, maar meer op de stream. Dan zie ik een beetje wat de anderen doen. Ik zit met Paulus Jeremy dat in gevecht. Voor de 29e plek. Ja, ik ben eigenlijk aan het inlopen op jullie, probeer ik. Heb ik al genoeg punten nu voor de giveaway? Dan moet je eigenlijk uitroepteken coins. Ja, doen, dat, ik zou dat aan het einde van de stream doen. Bij 96 zit je nu. Oeh, met 4. Jeremy, kan je de punten opnemen van de race misschien? De punten van de race of de punten die je kan krijgen bedoel je? Ja. Welke plek wil je weten? 11, want dat ben zo rij ik. Ja, gevecht voor de 9e, al 3 rondes lang. 11e plek krijgt 24 punten. Oh, kom op! Jeremy! Jeremy! Kom op, ik zit een Jeremy in fight, jongen. 15 is krijgt 20 punten. Deze bok ben ik sneller dan jullie, dan loop ik eigenlijk telkens maar meer. Maar Jeremy die... Als ik goed rij, dan kan ik dit gewoon nog op 15 plek eindigen. Ja, ja, 9e, lekker. Goeie exit. Ja, ja, ja. Maar deze bok heb ik moeite mee. 9e. Ik deed het in 5 voor deze fucking plek. Ik word echt kapot moe van zulke soort races, jongen, dat het zo lang duurt. En dat boeit me niet, ik vind het alleen maar leuk. Ik zat altijd de stream te kijken, denk van hoe houden mensen dat vol, maar nu doe ik het eens een keer mee en nu valt ja, het mee. Als je het vergelijkt, hè. Maar als je aan het vechten bent met iemand voor een plek, dan zet je echt je concentratie erin, maar als je echt achteraan rijdt, is het niet leuk. Van, ah, dit is maar één race die we doen, Abel. Dat is een zelf mee race, dat is gewoon leuk. Nee, wat we vaker deden, wat we eerst deden altijd op zaterdagavond, dat was dan de aantal rondjes van de echte race rijden, maar dan ging je vaak anderhalf tot
een uur tot twee uur ging je dan racen. En dit is gewoon, ja. Wij kiezen het aantal rondjes op basis van dat het drie kwartier duurt. Ik ga ze alleen maar. Maar is dit ook de enige race die we vandaag doen? Dat is de enige race die wij willen doen, ja. Oké. En ga je daarna nog een beetje dingen? Freeroam. Kun je dan een beetje doen? Vaak ga ik eerst de andere race nog even testen, want dan gaan we even bepalen hoeveel rondjes we gaan rijden. Dus dat is de volgende race. En rijden wij daar dan ook mee een paar rondjes? Dan mag je mee rijden, ja hoor. Dan kan je mee rijden, ja. Dat wil ik dan wel doen. Ik weet niet of jij dat doet, Jaden. Ik denk het wel. Maar dan weet ik in ieder geval, dan kunnen we eens gaan berekenen hoeveel ronden we gaan doen. Jaden, jij wordt nu gesperkt, Peet. Ja? Ja, je bent de hele tijd aan het fighten met een blauwe auto. Nee, ik ben er nu uit. Ik zit nu op de negende plek. Ja, ik ben nu niet meer aan het fighten. Aan het fighten met een blauwe auto. Jeremy probeert met mij aan het vechten. Ik rij lekker nu. Ik zit nu best gewoon relaxed focus op de baan. Maar Jeremy zit nu met mij uit in de fight voor die ik negende. Ik wil met jullie in fight. Dan moet je doorrijden. Oké, ja, Jeremy heeft een betere actie. Die loopt op mij. Ja, maar dat ding blijft elke keer in die tweede versnelling zitten. Toen jij die giveaway had gewonnen, reageerde je heel kalm, hè? Dat weet ik, man. En als ik op dit moment, ik denk wel echt helemaal gek, want dat is gewoon mijn eerste ooit. Mhm. Maar dan moet ik wel winnen, natuurlijk. Kan niks in. Ja, Jeremy, je hebt een kut exit, hè? Hè? Ja, maar in deze boot die chicane hebben, heb ik moeite mee, heb ik. Ook chicane, ik heb geen chicane. Oh, die. Ja, er zit maar één chicane in volgens mij, of niet? Dat is de laatste, maar naar de volgende lap. Wordt dat nou weer licht? Dat vind ik wel lekker. Ja, dat is de. Hij staat op. Op current. Ga je nu weer het rondje omhoog doen of ga je gewoon weer vanaf boven starten? Ik ga van onder naar boven nu. Hey, Daisy. Kijk van boven Toedels. Naar beneden weer. Zeker ken ik je nog. Ja, dat kan ook. Jij wil. Doe jij al mee met de giveaway, Daisy? Nee, nog niet. Maar ik denk dat ik nu wel genoeg punten heb. Mensen lopen op mij in, dat wil ik niet. Nog niet. Hij loopt niet op, maar ik kan je wel even wat punten geven van mijn account af. Maar moet nu ik dan zometeen nog... Nu heb je er genoeg. Oké. Uitverteken Raffle Team moet je dan invullen en dan doe je mee. Ja. Je hoeft niet mee te doen. Als je het leuk vindt, mag je meedoen. Jeremy, flikker. Niet flikker. ja. Doei, gecrashed, doei. Wie rijdt er nou eerste? Rescue. Oh, die rijden achter mij, ja. En Billy rijdt vijfde, toch? Okay, als hij mij inhaalt, dan ga ik zijn lijnen pakken. Oh. Netjes door de bocht. Ja, ik ga zijn lijnen pakken. Maar diegene waar ik mee, zeg maar, die laatste. Dat is de Christian Pro. Die was ook volgens mij eerst begonnen. En die rijdt 32 seconden achter me. Ja. Dus wordt in ieder geval geen laatste. Dit rijdt veel lekkerder, man, dat de ochtend. Ik vind dat liedje van Daddy Kos het echt in mijn hoofd. I'm glitchy. Like a fool. Ja. Ik zeg... Jongens en meisjes. Ik roep mijn daddy cool. Oh yeah. Ja, zijn we eens even vragen of hij volgende week zin heeft om mee te doen op zondag. Hey. Ik geef iedere maand altijd een PlayStation kaart weg. En als je mee wil doen, is het met... Kan je dat ook niet aanpassen, Rianne? Het woord, zeg maar, dat raffeltien, kan je dat niet aanpassen naar een ander woord of zo? Nee. Alberta en dan hoeveel? Alberta 10 of zo, weet jij veel? Wil jij toch wel? Ja. Is dat automatisch door streamen of zo? Ik heb Streamlabs. Ja. Ik kan tippen streamen altijd. Volgens Koymak. Ook voor donaties en dat soort dingen kan je dat gebruiken. Oh ja, dat kan Streamlabs ook. En dan komt in de chat staan ook. Nee, dan kan het niet meer worden. En als ik dan... Stel dat ik een ding heb, een... hoe heet het? Elgato of zo. Moet ik eerst een nieuwe PC hebben, dus... Voordat dat gaat gebeuren. Hé, je doet mee. Ja, weet je wat leuk is? Oh ja, ga maar. Dan kan ik zo'n overlay ook doen van Streamlabs. Oh ja.
Maar wat het is, ik heb dus een decemberkalender of ik heb helemaal niks of ik heb 10.000. Dat, maar dat weten we dus niet. Dus nu doe je mee? Deze morgen voor naar de winkel. Stel voor, ik heb een... Wie rijdt hier nou dan? Oh, dat is Julian. Oh, maar die rijdt een lap achter. Maar weet en aan het einde van de maand doe ik altijd de giveaway en op mijn... Diego, ga je bijna inhalen een lap, maat? Goeie. Ik doe dat iedere maand, dus als je volgende maand weer... Twee laps, nee. Welke lap zit je? 26. Ik zit 28. Oh nee, want ik... Oh nee, ja. Helaas. Oh, rescue had me. Laat me zitten. Bloemzak, wat doet jij nu? Dat was wel een mooie jump. Oh, waarom ik niet meedoe? Ik ben altijd de spectator. Die van Bloemzak was zeker leuk voor de stream. Dan Een beetje kijken naar iedereen, een beetje punten in de gaten. Dat. Te houden. Ja, ik blijf nu gewoon even staan. Ik pak Rescue's racelijn nu. Ja, ja, ja. Hey, Tigo. Bloemzak is geliefd. Ik zag hem lieven. Dit? Heb ik het zo goed geschreven? Rianne, heb jij je level zelf echt gekregen? Of heb je dat geglitcht ook gehad? Ik heb het zelf gekregen. En Willy? Ook. Zelf gekregen. Zo. In totaal ben ik ook wel. In totaal ben ik level 700 met alles, zeg maar. Met al mijn accounts. Okay. Ik speel deze game al sinds het begin zelf. Toen was ik echt jong. Willy's account bestaat een jaar korter dan die van mij. En hij is level 800 nu. Dat kan nooit toch echt legit. Het is allemaal moet een spatie tussen, Tycho. Tycho, als ik jou zou doorrijden, want je krijgt dus nog punten, hè? Ja, maakt niet uit. Ik had toch al laatst, want iedereen is geliefd. Die krijgen 5 punten, mensen die geliefd zijn. Ik zeg, wat is 9e? We rijden nog wel met 14 man. 23. Oeh. Ja. Maar kan je mij niet gewoon zo in de giveaway doen of moet ik daar zo meteen nog even dat in toetsen? Ja, dan moet je in toetsen. Ja, nee, dit is de punten voor de Rally Masters, Daisy. Het is een toernooitje, dit. En krijgt de winnaar iets dan, of... Eeuwige roem. Het is hetzelfde bij die andere, bij... Dutch Racing dus Community was het ook eeuwige roem. Maar bedoelt met de Emmerus en zo? Ja. Oh. Die heeft Kamen FM wel overduidelijk gewonnen, hoor. Daar niet. Ja, die won echt alles, maar hij doet heel veel van die races. Is het zo goed? Ja. Yes! Kijk maar, want er komt meteen een bericht onder te staan. Oh ja. Nice. Maar hoeveel tickets heb je dan eigenlijk? Ik ben een Of heb je nog 10 tickets gekocht? Ja, 10 is de maximum, ja. Oké. Maar kan je ook uitroepteken level 9 doen, of kan je daar niet enteren? Ja, je kan met 1 tot en met 10. Maar dan heb je niet het maximale. Maar met 10 maak je het meeste kans. Ja. Dan zit je 10 keer in het potje, hè. Dus het kan zijn dat ik dan nu bijvoorbeeld win? Dat kan. Er zijn mensen die de eerste keer meededen en meteen wonnen. Als dat ook bij mij gebeurt. En die maak jij op zondag, volgende week zondag bekend? Ja, en op 1 januari. Ja. En dan kan ik ook weer meedoen vanaf 1 januari. En dan 1 januari, ja, als je gewonnen hebt, dan ook. Want in januari en december mag iedereen gewoon meedoen. Maar... Normaal is het zo dat degene, als je in januari gewonnen hebt, mag je niet met februari meedoen. Oké. Kan mijn Venn rijdt ook weer achter mijn lap? Of vaak, die rijdt achter mijn lap. Vaak doe ik ook Battle Pass giveaways voor Fortnite. Oké. Speel je dat nog veel? Ik ben nu level 43. Ja, bijna 30 of zo, maar ik speel het niet echt meer. Ja, je krijgt nu kan nu gratis skins krijgen, hè, voor opdrachten. Hey, Daddy heeft een nieuwe video geplaatst, wist je live? Heb je die Winterfest nou dan niet meer, maar gewoon gratis skins voor opdrachten? Ja. Maar Winterfest is het dus niet. Cadeautjes open is niet zo. Nee, dit is geen cadeautjes open dit keer. Dit keer moet je gewoon opdrachten uitvoeren. Ah, oh, dat is echt, ja... Maar plus dat vind ik niks. 10.000 XP. Ja, oké. Maar ik vind dat ze het gratis moeten doen, dat was leuk. Is het, gewoon is het spelen. Sowieso wel? Maar dat was leuk. Het was een soort van decemberkalender, was Winterfest. Gewoon elke dag een pakketje open. Dat was leuk.
Vond ik dan. Bij Jin en ik loop op jou in, wat je mij nu ook hebt. Rianne van Plu, dat geld is niet van u. Wel, ik heb er hard voor gewerkt. Rianne van Plu, dat geld is niet van u. Hij trouwens. Je hebt ook Among Us dat je nu moet spelen in Fortnite. Nee. Ja. Als een cadeautje. Als opdracht waar je ook weer cadeautjes voor vrij kan spelen. Ja, goed. Oh, Fortnite is ook weer echt gek in hun hoofd, hè. Maar je kan daar een backbling... Hoe bedoelen ze dat dan met Among Us? Gewoon dezelfde gamestyle, dus daar zitten er twee imposters in en... Ja, ik heb dat in Creative wel eens gedaan, maar... Oh, dat wil ik straks graag ook gaan spelen dan na dit race, na de race. Nee, ik niet. Denk ik, nice. Weet niet, kijk wel. Maar wanneer... Hey, Tigo, gaat hij lekker boven? Ik was helemaal... Dat ik jouw stream wilde gaan kijken, en toen was het... Oh ja, kut. Stream moet remmen, Tigo, heel vroeg al remmen. Dan kom je heel makkelijk door die bocht heen. Ik krijg tiende! Ik ben toch een laatste. Ik kan niemand meer inhalen. Maar jij rijdt best ver achter mij, hè, Dani? Ik rijd negende. Ja, maar je kan volgens mij... Nou, ik loop op je in, want net was ik 8 seconden ronden voor je voor, hè? Ja, maar ik zit een beetje rustig te rijden. Nou ja, rustig. Ik zit gewoon normaal te ramen dat ik nu niemand meer aan het vechten ben. De voorste rijdt 4 minuten op mij in, voor. Maar ik ga ook niet afremmen voor jou, Dani. Ik ga gewoon doorrijden. Ik ga ook zin op mijn verjaardag. Nice. Ja, ik blijf een beetje hangen op 1,4. 1,44 zit ik nu. Maar wie weet, met mijn verjaardag gaat het weer omhoog. Nee. Hey, Tigo! Ik ging ook wel lekker met laatste, maar ik wou 150 subs halen voor 2021. Kan nog wel lukken, man. Dan moet ik promo schrijven voor mensen. Heb toen best wel veel subs weer gekregen toen ik die Fortnite video had uitgebracht met waar je die taarten kon vinden. En ik heb dus nu weer 200 views met die... snel geld verdienen met arme snoepers. Verdien jij ook geld met YouTube? Nee, ik heb niet genoeg kijkuren, ik stream Wil je weten hoeveel ik verdien per jaar met YouTube? 10 cent. Nee, moet je wel even doorgaan nog. 1,77 euro. Dat staat hier nu op per jaar. Yo, ik verdien ook geld met mijn met Fortnite. Hoe dan? Ja, te support mooi. Support creator. Heb jij die? Ik heb die. Ja, 1000 abonnees, dan krijg je support creator code. Kan je die aanvragen, ja. Die ga ik gebruiken dan hoor. Alberta met allemaal hoofdletters, streepje 89. En ik gebruik dat geld weer als het weer gedoneerd wordt, kan ik het weer voor giveaways doen. Net zoals alle donaties die ik binnen krijg. Maar wanneer ga je donaties aanzetten voor in je stream, Rianne? Die staat aan. Die staat er gewoon in de Je zet hem in de beschrijving. Ja. Maar hoe kom je ziet dan dat heb je streamlabs nu aanstaan, dus dat je nu alles kan zien? Ja. Dus kan zeg maar, als ik nu een euro zou doneren, dan zie je dat gelijk in je beeld. Ja, dat zie je ook in de chat. Ja, maar dat is superchat. Nee, ook in de chat zelf, omdat Streamlabs gekoppeld staat aan... Maar ja, superchat vind ik echt slecht, want de helft gaat naar YouTube en de helft naar jou. Ja, dat maar vind ook echt slecht. Met PayPal ook hoor, want als er een euro gedoneerd wordt, dan gaat er 14 naar PayPal. De tippenstream gaat alles naar jezelf, volgens mij. 0% naar tippenstream. Ook als je PayPal gebruikt, gaat er ook een deel naar PayPal. Ik ga steeds bij die chicane op alleen mijn linkerkant van mijn auto. De rechterkant was helemaal mooi, de linkerkant... Van de voorkant is een beetje ingedeukt, alleen dat. Heeft Willy ook. Links voor. Ja, bij mij ook, alleen links voor. 2K, hoeveel zet je nu? Lonely Lama. Kopieer. Jorian invite me. Ik loop in op Clanbundy, maar hij loopt op voor. Jorian invite me ook, maar ik zit nog in de race. Maar ik zit nu 38 ronden, ik moet nog 20 rondes. Ja, we zitten nu op 30 minuten. In een kwartier heb je 20 rondes, denk ik. Ja, gedaan. Net iets meer. Ja, het is 45 minuten tot 50 minuten. Dus het is. We hadden 45 seconden per rondje gerekend. Het is is het ook ongeveer 44. Tigo, beter werkt die AFK vannacht weer. Ja. Dan ben ik misschien 180 vanmorgen. Ja, ik doe het nu expres omdat ik mijn levels gaan terugbrengen. Dat is wat het was. Dus ik doe dat gewoon. Maar heeft nou niemand in deze lobby ook Invisible Body en zulke soort dingen? Dat heb jij toch? Ja. Dan kan dat best makkelijk om te krijgen op mannen poppetje, maar vrouwen werkt dat niet. Ik heb alleen maar eentje met onzichtbare armen. Ja, maar dan moet je zo'n lelijk vest staan ofzo. Ja, klopt. Maar je kan er ook geen body arm overheen doen volgens mij. Nee, deze. Blokjes vest als checkerboard, maar dan moet je... Een vrouwencharacter verwijderen en dan. Weet je wat nadeel is? Jij kan dat halen trouwens. Dat soort dingen is dat als jij die doet, dat je al je. Als ik bij jou ben.
Dan ben je al je andere dingen kwijt. Dus dat is zonde. Yo, ik ben er, fucka. Welkom bij de stream. Nou, dus dat kan ik wat dan beter niet doen. Nou, het kan wel. Alleen je raakt je vrouwenaccount gewoon kwijt. Dat moet, ja. Maar ik doe het niet, want ik ga het niet doen, want alles staat op mijn vrouwenaccount. Of een vrouwencharacter. 1,91. Wie is dit hier nou voor me? Rijdt Julian. Die boelder zit 6 seconden voor me en die gaat nu, die is net de chicane uit. Die wil ik inhalen, daar ga ik echt voor. I'm glitchy. Pak gewoon de lijnen van Willy. Wat zei je, Tigma? Hoeveel abonnees heeft Daddy voor? 66.000 volgens mij. Ja. Yeah. Ik weet nog steeds. Je... Ik weet nog maar een tijd geleden. Ligt... Ja, maar met de views. Abonnees had. Ja. Maar ja, met zijn views, ik snap dat niet. Dat is heel raar. Als hij dan een video plaat waar iedereen wat aan heeft, dan krijgt hij in één keer 33.000 views. En dan krijgt hij een post die zo'n, ja, niet echt een hele bijzondere video, dan krijgt hij geen views. Ja. Dan is soms maar 200, 300 of zo. Dan denk ik van, ja, maar je hebt zoveel subs. Ja, maar dat zijn allemaal mensen die willen alleen maar... Maar dat is hetzelfde als hij F1 gaat streamen. Oh, dat maakt niet uit, Daisy. Dan zie ik je toch de volgende keer weer. Als hij F1 streamt, dan zitten er ook 40, 50 mensen te kijken. Maar dat heb ik ook, want ik ben nu ook aan het streamen en ik heb ook ik heb 1400 abonnees en er zitten er 5 niet te kijken. Ja, dat is 5. Maar dat is gewoon verschillend. Ik heb ook wel eens 5 kijkers en ik heb 132 abonnees. Dus dat zijn eigenlijk de mensen die gewoon echt kijken. Dat... Het scheelt als je vaker streamt, want dan kom je vaker bij mensen in de subfeed en dat soort dingen. En, ja, ik zet ook altijd als ik met jou stream, jouw kanaal in mijn titel, dus @Albert. Dus als ik naar jouw naam ga, dan sta ik onder jouw stream. Ja, wat het is dat ik niet genoeg stream. En ik heb daar gewoon niet altijd evenveel tijd voor, want ik werk gewoon 40 uur in de week. Ja. Dus als ik dan ook nog eens, en dat heb ik een hele tijd gedaan hoor, en zaterdag en zondag streamen, ja, dat is best wel pittig. Maar nu stream je enkel nog op zondag, weet je wel. Zondag dit sowieso. En zaterdag probeer ik vaak wel te streamen. En wat speel je dan? Is dat altijd GTA dan of? Kan ook Fortnite zijn, maar Fortnite het nadeel is... Het nadeel is van Fortnite is dat heel veel mensen dan mee willen doen en dan gaat niet, ja. Ik ga lekker squad zitten doen, maar dan moet ik op de chat letten en ondertussen dan spelen. Dus dat is alweer een nadeel. En maar kijkers vinden het heel leuk om... Customs te doen, dat vinden mensen heel erg leuk om te spelen. Kut, ja, nu word ik ingehaald, god. Ja. Hey, Jordan. Ja, ik zit niet goed te rijden. Maar dat klopt, dan willen ze customs doen, maar dan gaan we met 15 man customs doen, dat vind ik ook niks aan. Ja, maar dan kan je toch zeggen, halve kant van de map pakken we en daar moet je fighten. Doen we wel, gewoon elke. Ja, nee, maar... Dus dan is dat nog wel leuk. Lazy tot en met salty ofzo. Ik vind het leuker om met z'n allen bijvoorbeeld, dan die als we met z'n tienen zijn, die Among Us te gaan doen bijvoorbeeld. Ja, dat wil ik ook wel een keer mee doen. Maar hoe ga je dat... Ja, dan moet je Elgato hebben, toch? Of OBS? Nee, maar Among Us in Fortnite heb je ook. Oh, dat, ja. Ik kan ook het via mijn telefoon doen, want ik heb ook Streamlabs op mijn telefoon. Maar die Klembun, die kan echt niet rijden. Niet? Zo niet. Klembun is dat vijfde, maar ja. Ja, maar hij beukt overal tegenaan. Ja, maar dat doet de Rescue en Kamen Event doen dat ook. Dat is omdat je meer... Ja, kijk, maar dat doet Willy nu ook. Zeg maar, die randen, pak je meer snelheid. Ja. Is dat een tactic? Ja. Willy loopt ook in één keer, maar ik ga dat zo ook wel proberen. Gewoon tegen die randen aan rijden. Op het, bij die ene bocht, ja. Dat doen ze dat de hele tijd. Oh. Waarom lukt het nou niet? Ja, hij slipt weg. Doei! Ik probeer de hele tijd bij die jump, er zit zeg maar... Bij die muur zit daar een hobbel zand. Als je dan kijkt, de snelste tijd van Rescue is een 44 seconden 0,90. En als ik dan kijk naar jouw tijd, Jaden bijvoorbeeld, is het een 45,556. Ja. Die van mij? Is wat is mijn snelste? Dani is een 45,1. En kwijtje raad is 47,3. Oeh, ook best redelijk.
Maar je bent geen laatste meer. Echt niet? Nee. Wie is dat dan? Jenny. Nu is Cool Life. En dan gaat mijn kijkers naar 4. Nee, hey, waarom is Cool nog niet live? Ik heb er ook één al de hele waarom tijd, maar dat is mijn naamgenoot. Die is gewoon echt een fan van mij. Die blijft altijd kijken. Wel 3 uur lang als ik stream, echt 3 uur blijft hij kijken gewoon. En dan morgen komt de sneeuw van Geen. Kut, Dani. Flikker, is morgen. Ja, denken we wel. Vorig jaar was het 20. Oh, ja. Wat is morgen? Sneeuw. GTA sneeuw. Dat wou jij heel graag, Tiro. Ja. Dat vind ik leuk. Lekker sneeuwballen gevecht houden met z'n allen. Oh ja, dat kan ook. Daarom, dat is toch leuk? Oh, slecht de exit. Maar ik vind het echt niet erg hoor, dat ik dan morgen vanmiddag moet wachten voor het sneeuw. Moeten we dan updaten of niet? Nee, waarschijnlijk niet. Ik weet ook nog dat we zaten live GTA te spelen, toen kwam er in één keer sneeuwvlok uit de lucht vallen. Maar let ook op dat je met kerst inlogt, hè? Want vaak krijg je heel veel cadeautjes met kerst. Echt? GTA? Ja. Vorig jaar kreeg je die, RC-tank. Oh ja. Mooi, joh, wat een exit! Zag je die? Ja. Is dat die, zeg maar, die nieuwere tank? En wat zouden we dit jaar dan krijgen? Geen idee. Ik zal eens even kijken of ze al wat hebben geteased op Social Club. Wat een exit. Ik kreeg geen uitnodiging voor Daddy Coulson. Of geen ding. Maar moet ik jou dan zometeen nog eens gaan volgen op Instagram en zo? Voor wat? En gewoon, heb jij Instagram waar ik je ook op kan volgen? Oh, gewoon hetzelfde. Ja, hetzelfde. Ik DM jou heel vaak, ook van me net nog. En ik zie ook. Ja, ik ben nu even niet aan het doen aan Andrees aan het kopen. En ik zitten te vechten, zien we Tigo beter op de kop liggen. Ja, ik ga gewoon rustig. Nee, hoor! Oh. Hier is het wel right, maar dat moet gewoon niet. Ik doe die chicane heel lekker de hele tijd. Dat is echt kut. Maar ik heb betere action, want ik loop op je in. Oh, Jeremy zit stil. Ik zit te vechten voor die negende plek, jongen. Ja, je hebt je goede... Oh, yo, Rise Life. Of Rescue, Rise Life. Zeg nou Rise Life. Wat is mijn wachtwoord van hier? Sign in. Dat die benzine nog niet leeg is van die auto. Het is geen Fortnite, hè? Waar je de vliegtuigen nee. moet opladen met benzine en de boten. Zitten vliegtuigen in de game weer? Ja. Fantastisch. Nee. Ze zijn wel flink genurfd, hoor. Dus de... Oh, fijn. Nieuws. Maar krijg je wel af en toe een cadeautje voor gratis of niet? Ja, als je die opdracht uitvoert, krijg je gewoon gratis twee gliders volgens mij, een wrap. En hoeveel skins? 2. Dat is vorig jaar. Een sneeuwpop en een vrouwenpoppetje. Ja. Heb jij die al? Ik zit te bibberen van mijn concentratie. Ik zit ook maar met z'n 4 in deze party. Even kijken hoor. Ik ga morgen ook maar eens even verder met mijn video over waar je alle punten kan pakken voor de heist. Vandaag is de laatste dag dat je die gratis dingen kan. De kar.
die kart kan krijgen, ja. Zijn er nog meer gratis dingen? Nee. Maar diegene die volgende week komt, die kart, kost die geld of is die ook gratis? Die is ook gratis volgens mij. Die kart is gratis, discounts. Robbo, Willy in. Ja, maar Willy staat vierde. Je loopt al een paar rondes voor. Ik ben heel snel aan het kijken of er wat meer staat. Nee. Ik loop op je uitje heden, hoe dan? Ja, net. Net. Helaas. Iemand heeft een bericht gestuurd, maar ik... Nee. Ik heb mijn telefoon op liggen. Ja, ik ga bij spammen, jongen. Ik heb het eens. Wie? Audio. Je kan maar 6 minuten blijven. Per minuut sturen, dus op een gegeven moment houdt dat spammen ook op. Tenzij hij mot is, dan kan hij er wel meer sturen. Ik heb dan niemand mot, denk ik. Je wel Jin en mij toch? Nee, ik ben mot in jouw chat. Nieuwe weapons. Ik ben ook mot in jouw chat toch? Ja. Dat vliegtuig is. Wanneer wil jij nou eens een keer een giveaway? Nou, ik ga niet geld uitgeven. Dat ben ik dan weer. Ja, want ja. Daar was een post geleden, zei deze tijd. Ja, ik ga binnenkort ook giveaway doen en zo. Voor de 100, dat wordt nee, voor 120 of zo. Dan ga ik een modded account en zo weggeven. Normaal niet, wat lul jij nou over een modded account? Hoe kom ik aan een modded account? Hoe kom ik aan een modded account? Dat weet ik echt veel, jij had het een keer over. Ze hebben nog niks, ze hebben nog niks gezegd over de update voor... Sneeuw? Sneeuw, nee, nog niks. Okay. Kom dan binnen, kom dan als het morgen komt er sneeuw dan, toch? Dat denken we. Als we kijken naar de afgelopen jaren, is dit het laatste, is tot nu toe het laatste. Het was altijd 18, 19 of 20. 18, 19 of 20 december was het altijd. Dus het is maar nu wel heel raar. Kom dan kaart in de sneeuw, boys. Als dat morgen bijvoorbeeld de sneeuw is, komt dan kaart daarin. Oh, Rescue gaat finishen. Mm-hmm. Oh ja. Ik moet nog een lap. Ik moet ook afscheid gaan nemen van Willy. Doei, Willy. Willy moet nog een lap. Willy moet nog een lap, ja. Je moet nog twee. Nee, Willy 1, wij nog twee. Ja. Dank u. GG, rescue. Oh nee, ja, ik zit weg. Ja! Fuck it, Danny! Nou, ik back, joh. Quiet, vriend. Ja, wat quiet. Ja. Ja! Nog eentje! Nee! Oh, ja. Ja, laatste! Als nummer 7 is gefinished, gaat de tijd lopen. Oh. En die is bijna gefinished. Ik ben niet eens aan de ronde gekomen van laatst. Ja, godverdomme Jiri, jongen. Nee? Kut. Okay. Kan nog. Yes! Nee, jongen. Ik heb mijn laatste minuutje aan mijn inhalen. Jongen. Oh, gast. Ik heb mijn handen krampen gewoon. Mijn handen... Ik voel mijn hart in mijn hand. Mijn hart in mijn hand. Gewoon bonk, omdat ik even die controle zit te kippen. Jongen, mijn kont zit te zweten. Ja, klein minuutje heel ver naar beneden gezakt, ja. Sven Hommel, jij. Ga je zo... Hebben we podium, Marianne? Hebben we podium? Nee, bij deze niet. Ah. Ga je zo ook de...
de dingen opnoemen, zeg maar, op welke plekken mensen staan. Ik, dat gooien we in de chat op, van waar jullie nu in zitten. In die Rally Masters PlayStation. Oh my, oh my, oh my, oh my, Jaden. 43-7, wow. Yo. Die heeft die laatste paar rondjes gereden. Ja, want toen ik de laatste keer keek, was het 44-1. Ik heb een zellige tijd aan jou, Jaden. Nu gaan we weer. Jaden, moeten wij de laatste ronde weer inhalen? Ja. Jongen, 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 echt. Wij gaan nog even een. Boys, we zo terug. Sven van der Juit. Of nog iemand. Ik zag op gisteren op YouTube en ik zag jou een video. Dus ik dacht, ik ga maar kijken. Ik vind het best leuk. Bro. Van wie? Dankjewel. Sven van der Juit. Even kijken. Ze zijn nog te kijken. Ja. Zeg even dat u op mij moet abonneren. Nee, en abonneer ook op Dani. Maar ook op mij. Maar vooral op mij. Nee, grapje. Nee, ik heb meer abonnees nodig. Abonneer ook en wat is er met Warwolf gebeurd? Punt. Ja, en op Alberta. Die is geliefd. Oh, is geliefd. Heeft hij wel meegedaan? Ja. Ik dacht dat hij kan joinen, halverwege. Oh, oh nee, ik dacht dat hij geleft was. Ik zal abonneren. Hey. Moet je even, moet je even kijken bij jou, want je moet hem even opslaan. Ja, heb ik gedaan. Even okay. Jaden. Ja. We gaan de 30ste gaan we naar mijn tante en zo toe. Wel. Ga je in pussy mode, wacht even. Ja, ben ik al. Ja? Ja, stond ik al beginnen. Dan gaan we nog even Winnie's lobby joinen. Kan ik jou joinen, Alberta? Hey Jaden, hij gaat op je abonneren. Dit is het begin. Hey Sven, je bent wel weer. Hey, top. Oh, als je mij niet kan vinden met J. Dan moet je opzoeken Jaden the Nice. Dat kan je ook opzoeken. Dani, kan je het in jouw chat zetten? Altijd Jaden NL. Nee. Bij mij zoekt hij altijd Jaden NL op en dan Jaden. Ik zet wel even in de chat. Ik heb Jaden gestaan, dat is niet wat ik wil. Ah, Jan, nee, dan kom je bij iemand anders uit. Even kijken. Wie, wat wordt de volgende race ook weer? Kan ik misschien nog wat iemand meedoen? Ik had het net opgezocht. Ik ben Willy aan het joinen, dus ik wacht even. Invite me dan. Easy chat. Rianne, join jij Willy? Ik heb... Hé Rianne, jij gaat toch altijd dan race testen, maar kan je dan, kunnen wij dan ook meedoen? Ja. Oh leuk, dan ga ik meedoen. Even kijken, mijn chat. Sven van der Luit, hallo, jij bent het. Dankjewel man. Als je op mij abonneert, zou je dus zo fijn zijn. Easy Jet. Kan ik wel erg waarderen. Is ook met de Omnis. Yes, hij wil naar mij kijken. Ja, hij is niet bij mij. Ja, bijna. Ik ben geabonneerd, dankjewel man. Bedankt. Kan je mij een invite sturen zo? Ja. Je kan mij... Ja, voor mij ook graag. Mij ook graag. Hoeveel rondes doen we nu dan? 6. Want... Oh, gaan we nog een race doen? Oh. Ja, even testen voor volgende week, maar dan kunnen we even inrijden. Misschien even de baan herkennen voor volgende week. Wat is het? Ook deze. Het is Rally Master, hè. Dit is gewoon een toernooi wat we spelen. Ja, oké, dan boek man, die echt trainen. Ah ja, ik heb hem binnen. Ah, dankjewel. Maar ik heb zeg maar enkel een stunt race van jou nu. Ja, dat is hem ook, dan moet je ingaan. Oké. Oh, wacht, ik wil eerst mijn ding aan de wachtkamer. De rest kan dit wel super makkelijk, dan heeft hij wel vast in zijn lijst staan. Wacht, ik ga even naar het toilet en mijn fles doen. Nee, dit is geen zin in. Nu even 8 weken geen zin in drivers, nee. Wil je ook mee, Wilgert? Nee, ik wil zo weg, hè. Tenminste, als Simon moet het nu gemaakt of kunnen we het morgen maken, de puntentelling? Maar er zijn wel meer mensen die zijn weer gaan joinen. Siebel Clem Bundy. Ik ga snel Ik heb nu 132. Clem Bundy, welke groep zit er? Oh, Nova. Ik doe de groet aan Wilfred, zegt Justin. Oh, hi Justin. 8 weken, ja, 8 weken doen we dit. Hoe lang duurt het voor, wat moet ik allemaal doen, zeg maar, voordat Groeten ik van Justin. Word? Ja, ik kan me even de duck mee, maar ik kan me even de niet winnen, ik ben momenteel. Ik ben aan het uitstreamen.
hij komt dichterbij, maar hij doet niet alles winnen. Laat ik het zo zeggen. Oh mijn god, even kijken. Ik kreeg heel even een berichtje. Speel jij FIFA 20? Nee, heb wel gespeeld, maar speel het niet meer. Ik heb FIFA 20. Jacques Celer, Bulldog. Hey, waar is Jacques Celer? Die heeft vorige week niet meegedaan. Jacques Celer. Oh nee. Wie zei ik nou volgende? Bulldog. Wilfred wil ik wel weer eens spreken, tijd geleden. Bulldog. Nou, even in gamechat gaan, dan kan je horen. J2007. Hij zit ineens in deze race. Zat er nou... Is het nou 0108? Jaden, Wilfred zit hier in deze race. Nee, ik weet het. Jaden, is het 0108? Ja. Noep. Wat moet ik zeg maar allemaal nog doen om ook moderator te worden? Ik ben ook bezig met Volta voetbal, FIFA 20. Vind het erg top. Ja man, ik heb het ook gespeeld. Hij zegt wie leest de chat voor, naam AUB. Volgens mij zijn het of Jaden of Tatigo of... Mag ik ook even een andere auto pakken, Rianne? Ja, we doen deze volgende keer weer met... Ja, volgende keer, maar pak nu even de IC, want die vind ik even lekker om ik even een andere auto te nemen. Ik heb de ommers nog niet eens geüpgrade. Oh, ik wel. En voor de weekend... 132 abonnees. Natuurlijk gaan we die IC pakken, natuurlijk. Ik hoop dat de Rescue zal wel de juiste baan nemen, de juiste auto nemen. Nou, mogen we dit keer wel meteen rijden, Rianne? Ja, nu wel, want het is gewoon even een testrace. Ja, maar okay, Rescue rijdt vaak wel. Ik vind jou en Dani Zonneman stream echt op en geweldig. Dankjewel, man. Ik ga nu de hele tijd de stream lezen. Wacht, deze hebben we gespeeld toch, Rianne, of niet? Deze hebben we al een keer gedaan. Die ken ik ook. Dit was voor mij een 12 uur stream. Ja, ik weet het al. Het lijkt me wel een chille gozer. Dat was chill. Ik heb nog geen upgrades op deze auto. Oh jongen, mijn auto schiet. Je zit er vol gas, jongen. Oei, joh. Ja, dit is echt voor ons om de tijd te bepalen hoeveel rondjes het worden. Ik denk dat dit misschien ook wel weer zo'n 50 rondes. En ik vlieg over de kop. Nee, helemaal nee. Mooi dit. Minder? Ja, de rondes zijn langer. Rianne, je mag mijn PSN ook overnemen. Oh nee joh. Ik moet gewoon hem nog upgraden, ik heb niet zoveel geld meer, maar... Ik moet nog die heist doen, hè, dan kan dat nog. En als ik alles pak wat er te pakken valt, dan zou ik 4 miljoen kunnen pakken, maar ja, hè? Dat zal wel niet. Hoeveel heb je nog dan, Rianne? Want ik zag dat je hem kocht, 6 miljoen. Ja, ik heb nu ook 6,5. Ja, ik heb die omnes moeten upgraden, daarom had ik weer minder. Oh, ja. Ik heb nog niet alle preps gedaan. Ik heb nog geen één prep gedaan. Ik denk dat ik het morgen ga doen met de stream. Als het te zin vind ik ook best saai. Kan ik meedoen met de preps misschien? Moet even kijken. Heb je al een squad? Nee, ik heb nog geen squad. Nou ja, ik heb een Mookie en een bloemzak die vaak meedoen, dus... Ik wil ook al meedoen. Ja, ik vlieg over de kop uit deze bocht. Jezus. Oh, nu kan je wel zelf mee. Ik heb een 1 minuut 13 gereden, Wilfred. Dus... Ik kan mijn tijd niet zien, want mijn facecam zit ervoor. Met een ongetuned auto. Het zal een minuutje worden. Ik heb 132 abonnees en ik heb een facecam. Huh? Oh ja, ik moet. Ik heb een filmpje ben ik aan het maken nu. Ja, je rond nu met de sporten gewoon weer. Oh, dat wordt in de chat gezet. Ik heb niet alles second gevonden, maar komt goed. Ik ben bezig met de video's maken waar je alle seconds en al dat soort dingen. Nee, ik crash vol. Gadverdamme. Ik denk ook dat je met zijn huis mee kan doen. Ja. Ik ben nu echt degene die op de chat let. Ik ben nu bezig met alle escape points, alle infantry dingen en dat soort dingen. Die ben ik nu aan het maken. Dan heb ik nog een video met waar je alle boltcutters, alle guard clothing en al dat soort dingen kan vinden. Ik meedoen met mijne. Hij zegt dat je morgen meedoen. Ja, maar ik wil mijne afmaken. Ik heb de Diamond Heist, Casino Heist heb ik ook nog nooit gedaan op mijn account. Erg, hè? Kan ik daar dan meedoen?
Moet even kijken. Met hoeveel man kan je die high zetten? Ik moet kijken. Lekker met de schien. Met vier volgens mij ook. Ik heb nog steeds die Sven van der Luijt hoor, mijn stream. Ja, ik ben op de chat van Marianne aan het letten. En met de preps kan je toch wel met 8 man doen? Nee, 4. Nee, je kan met een volledige CEO ding. Maar hoeveel kan... Maar kunnen toch maar 4 in de CEO? Volgens mij 8. Nou, Justin wil ook graag meedoen, zegt hij nu. Iedereen wil wel meedoen. Ja. Ik loop weer in op Rexio, omdat ik een andere auto heb. Ja, maar Rexio's tijd is degene die gaat tellen, want die heeft de juiste auto. Reps kan je met alle mensen in je CEO en motorclub doen. Ja, daarom. Dus preps kunnen we doen met 8 man. De heist alleen zelf niet, maar dat wil ik op een andere dag doen. Maar ik ga straks even op roodbanden. Als in volgende week zondag waarschijnlijk. Zal ik even op roodbanden straks op mijn BMW'tje zetten? Dat kan. Oh, rood. Zo! Hey, Sico, we gaan je lap inhalen bijna. Ik zie die zonlucht. Ja. Nou ja, jullie hebben waarschijnlijk al een halve auto met de prefkleurig gereden. Ik heb nog ineens een terrasje. Nou, ik heb alleen mijn vooruit. Alleen mijn vooruit, want ik was 2 lap gecrashed. Dat kan ik ook wel eens met jou doen als je dus een stream doet. Het is nog voor 9 uur zelfs. Oh ja, nee, het is 2 over 9 volgens mij. Volgens mij is net 9 uur. Het is 2 over 9. Nog vroeg, moet ik zeggen. Jij kan nog wel volgens mij op uur. Ja, dan gaan we toch afkaderen. Ja. Eens even kijken. Als jij dat zo graag weer wil. Dat wou jij toch ook? Ja, mij maakt het niet uit hoor. Ja, ik wil het wel. Ik moet levelen. Oh! Dat slip. Ik doe het nog heel goed met mijn... Jullie gaan me zo inhalen, maar dat maakt niet uit. Met mijn non-getunede... Omnis. Ik heb hem letterlijk net gekocht. Ik had hem nog niet eens. Ik had hem gratis van de... Jaden rijdt eerst. Hey, heb jij al de dingen... Justin, de gratis kaart. Yo, Jaden! Hoe ben je? De kaart. Marianne. Vandaag voor het laatst. Hoi, vandaag voor het laatst, ja. Nou, Rescue houdt jullie goed bij hoor, met zijn Omnis versus jullie. Ja, maar hij is goed hoor. Sport. Heel prettig, kijk dan. Zo ver rijdt hij achter hun. Zij hebben een Izzy Sport. En hij rijdt in zijn Omnis. Kijk dan. Hij rijdt gewoon mee. 3 kijkers, welkom bij de stream, boys. Maar wanneer ga jij weer F1 racers rijden op GTA? Ja! Nee, nul niet! Kutkind! Laat de fuck uit! Vuile smeerlap! Ja, eerst het! Laat de fuck uit! Nog in! Nu hebben ze het andersom gedaan. Net had Jaden Dani ingehaald voor de laatste ronde. Godverdomme! En nu doet Jaden Dani en Jaden. Oh, best jongen! Laat de fuck uit! Nog in! Hé, nu krijg je alleen de winst erbij. Chris Baanen mag meedoen, jij kan zo meedoen. Oh, fuck, sorry. De eerste plek. Ja, flikker op, man. Nu mag het. Handkoen, eerlijk, dit. Stink, jong. Kijk die tijd. Wacht. Kijk die tijd in totaal. Wat? Was een hele seconde nog. Maar dan kan... Ja, omdat ik die... Nee, ik ging letterlijk... Ik pakte die laatste bocht. Ik pakte die laatste bocht. En ik doe zo. En ik gaf te veel gas, dus ik slip nog met mijn achterwielen. Ik had te veel wielspin. Ja. Kunnen we deze race nog een keer doen? Hey, kom even een andere race. Er is geen andere. Wanneer en hoe kan ik joinen? Ik zou je zo willen inviten. Ik ga even niet party, maar je kan wel meedoen met de race. Of als we nog gaan racen. Ik weet niet of Rihanna nog een race start. Maar... Die gast is te vroeg gestart. Wat zeg je? Julan. Ja. Dus die moet achteruit. Heb je dan wel 5 punten? Jongen. Nee toch? Ik heb hem even gesnapt gehoopt, Mark. Oh, Chris is gejoined. Ja, ik zeg het net. Nee.
Oké, wat zijn ik ben ja. Dus dan gaan kwijtje gaat en Jeremy gaan ervoor. Rianne. Ja, ik zie is er nog een andere race die we doen? Nee, in principe niet. Wacht, ik heb nu de tijd gemist, maar we gaan zo meteen even de rondjes starten. Even kijken. Chillen. Ja? Ik ga in ieder geval de stream zo uitzetten. Zullen wij een beetje met die race trainen? Nee. Ja, maar je kan alleen maar trainen met die omnissen, hè, dan. Het is een ja, weet ik. Maar gewoon een beetje de basis. Karmat. 4K geteld. Zou je dat doen? Nee, het niet zoveel zin. Ik wil ook nog even één keer Ellie Glitch doen, eigenlijk. Ja, ik ga ook doen, dan doen we. Oh, die 1,8 miljoen erbij. Dan hebben we... Ja, dan heb ik iets van 2 miljoen of zo. Ja, 3 miljoen heb ik dan. Jolandro Mascara. Kijk, ze waren nog jouw stream. Weet ik niet. Boys, dat voor 4K in de zak. Jij nam eigenlijk mijn, kijker over, Rick. Die zijn weggegaan, yep. Bloemzak. Bloemzak is weggegaan. Ik heb eindelijk in die, had ik een nieuwe kijker, kom jij aan. Kijk eens mijn stream. Hallo. Janne. Wacht even, ja, wacht even, 14e. Hé, hey, ik heb er eentje opgeslagen. Zo. Eén kijker. Nou, ik heb er twee, dus... oh nee, nu vier. Ik ga die race even doen. Nee! Oh, wow, joh. Ja, ik was die hem bijna niet op geboekmarkt. Nee, had ik... Nee, ze... Ik ben nog niet eens ingeladen. Moet je nagaan. Ja, ik ga hem even doen, Okay. Ik ga gewoon met vriend. Ja, ik ga gewoon mensen inviten. Oké, dan gaan we nog even Carmit met kijkertjes van jou. Ik heb geen kijkers meer. Twee, maar één van dan ben ik. Die zijn er allemaal weggegaan. Wat zijn ze dan? Jesper, ik heb één kijker. 288. Hoezo één? Nou. Ja, eentje ben ik zelf. Oh, je kijkt van jezelf. Krijg je melding dat ik op weg heb geen voice? Julandroïde. Oh, wat heb je toch een lekker koppie op het beeldje van je jongen. Ik hè? Ja jongen, met een slaap. Over... Chris is mijn... Mijn slaapgezicht? Hey Jaden, ik ben met mensen, ben ik die... Zit public 28, maar... Ja, ik zit publiek. Bro, hier is een mens aan het joinen. Nee, dan wil je mij anders joinen. Ik heb er toch vast publiek 1. Ja, ik doe zo. Ik ga even elke glitch doen. Ah, doe ik zo. Drie kijkers, welkom. Eentje, dat ben ik. Oh, fuck. Eigenlijk heb je maar één kijker. Jij bent er zelf ook één. Jongens, ik ga mijn stream in ieder geval uitzetten. Ik zeg, fijne avond. Dan en later. Kutdans.